Vanmorgen hebben we een ontsteker aangetroffen. Dus zojuist is die ontsteker vernietigd door de EOD. Is het nou een ontsteking die jullie over het hoofd hebben gezien? Nee, want die lag op een plek waar wij niet gezocht hebben. Dat is aan de laagwaterlijn. En er zijn nog een paar objecten waar we voor terug moeten komen als het inderdaad heel erg laag water is. Jullie vinden wel ijshoudende stenen en bouten en kettingen en tentharingen, spuitbussen. Het niveau waarop wij objecten hebben weggehaald, dat is zo klein. Dus zelfs een paperclip, een schroef en weet ik veel wat hebben we er allemaal uitgehaald. Dus met andere woorden, er zitten niet meer dat soort objecten hier in het strand in die bovenlaag. Maar voor dit moment, de gebieden die wij hebben onderzocht, daar kunnen we van aangeven dat zeg maar in de eerste meter geen explosieven zitten die zijn aangetroffen. Hoe gaat het de komende dagen nog verder? Wij gaan verslag uitbrengen van al onze bevindingen. En dan is het aan de gemeente wat zij verder willen met deze activiteiten. Maar hoofdzaak is dat mensen weer met een gerust hart naar het strand kunnen. Wat dat betreft kan de zon weer terugkomen? Ja, dus na vandaag mag hij vanaf heden mag hij weer gewoon gaan schijnen. Geen probleem.